Hallo, ik zou graag spreken met de bewoners van Velodroomstraat nummer 13. Is dat mogelijk? Ja, dat is goed. Kom maar naar boven. Oké, dank u wel. Ja, een beetje cliché eigenlijk, mensen helpen, maar in mijn geval was dat begonnen bij mijn vroegere werk, bij de bedrijfsbrandweer. En dan ook mijn buurman die brandweerman was, en zo ben ik er een beetje ingevlogen. En ook een beetje ja, het sociale die me aansprak. En achterna, na de oefeningen ook wel een keer een pintje gaan drinken, dat was ook wel iets die me heel goed aansprak. Ja, en dan ja, examen meedoen. Eerst vrijwilliger en dan beroeps worden hier in Oostende. En ja, we zitten hier nog altijd. Hè. Op de ziekenwagen, ja, dat is nu al 14 jaar. 14 jaar dus, ja. Dat is ook al een hele termijn. Dat is natuurlijk ook heel, iets anders dan brandweerman spelen, maar ja. Dan zie je ook de prettige en onprettige dingen van de stad Oostende hier en omstreken. Ik ben gestart bij de vrijwillige brandweer in 1996, dat is dus 20 jaar geleden. En ondertussen ben ik 16 jaar beroepsbrandweerman, sinds het jaar 2000. Goh, ik heb de graden doorlopen bij de vrijwillige brandweer tot en met adjudant. Maar door de zonnevorming is alles teruggevallen naar korporaal. Zoals gezegd, ik ben gestart als vrijwillige brandweerman. En ik vond dat boeiend. En ik vond, als je dat kan doen voor job, dan moet dat fantastisch zijn. Dus ik heb examens meegedaan en uiteindelijk tot op vandaag heb ik mij dan nog geen minuut beklaagd, gewoon omdat het zo'n gevarieerde job is. Elke dag begint op dezelfde manier, maar elke dag kan anders verlopen. Dat is wel een gevoelige plaat. Hij is gelukkig, hij is bij de brandweer, duikers. Ja. Zet je hem hier in van dat trapje, hè? Dan moet niet toch naar beneden. Ga die vol bak hier. Hè? Sorry, privé. Ja, dat is de blote flipper. Maar ja. Ja.
anders spring mijn oor, zegt hij. Het is toch geen drie vingers, hè, man. Zo zie je dan ook al gewoon over hem wel. Ja, goed recht. Oh, de luxe, hé. Goed gediend hoor, wij zijn de dag. Ja, ja. Dat is ook weer van de jongste, hè. Nee. Wat een spieker. Dat is ook die trap. Maar als ik die trap erop vertrouw. Ik ben brandweerman geworden omdat dat iets is dat mij eigenlijk al altijd heeft gefascineerd. Ik ben iemand die graag mensen helpt, in team werkt. En ik denk dat bij de brandweer alle facetten aanwezig komen die ik zocht in een job. Afwisseling, spanning, zulke dingen, zo. Tja, ik ben altijd redelijk sportief geweest. En van jongs af was mijn eerste zomerjob ook redder aan zee. Ik heb ook in zwembad als redder gewerkt. Tja, ik weet eigenlijk niet. Moeder in de verpleging. Ja, een klein beetje roeping kan je misschien zeggen. Dus ja, plotseling, dat was het. Duimlossen. Sollicitatie voor kleuterleiders. En van daaruit ben ik in een keer terechtgekomen. Maar dat is natuurlijk een grapje. Ik ben 9 jaar werkzaam geweest bij de spoorwegen als treinbestuurder. Dat is een heel tof beroep, maar ook een beetje asociaal. Alleen vooraan in de trein. En dan ben ik terechtgekomen bij een zeer sociaal beroep waar heel wat afwisseling is. En sowieso ben ik een sociaal beest. En daar vind ik hier zeker mijn weg. Sowieso naar de ambulances toe, is dat heel belangrijk. Naar de collega's toe ook zeker. En het is sowieso ook meegenomen aan de brandweer zelf. Ik vind alle plaatsen, alle bezettingen volg ik graag op. Zoals brandweerwagens of ambulances. Er is niet bepaald iets dat ik zelf zeg als dit springt er voor mij uit ofzo. Draagbare radio voor radiotest. Test 5 op 5. De meeste naar de eerste ploeg is weg. Een buikpijn. Niet stil, maar. Dat is toevallig in feite. Dat is nooit mijn grote droom geweest, maar ik zat nog op school en mijn broer deed mee met het examen. En dat was het eerste examen die met vastwervingssecretariaat was. En mijn ouders zeiden, waarom doe ik niet mee? En zo weet je al hoe dan examens gezien als je van school bent. En ik was erdoor.
zitten we nu? 16. Ja, dit is het nog. En nu had ik een film dat we uitschuiven. De bewoners van Velodroomstraat 13 waken dag en nacht over uw veiligheid. Ik probeer zo weinig mogelijk mijn werk mee te doen naar huis. Soms is dat wel een keer moeilijk als je een interventie gekregen hebt of gehad hebt met kinderen. Nee, zware kwetste, ja, dan denk je daar wel nog aan, maar ja, je mag er niet bij stilstaan, anders ga je dan niet volhouden. Dat is iets heel lastig is, maar ja. Ik denk dat dat wel, ik spreek voor iedereen dat dat wel zo is. De een had er misschien meer problemen mee hebben dan de ander. Maar ja, ik heb er niet echt problemen mee. Ik laat niet van slapen daarvan. Maar ja, vergeten doe je wel niet, maar ik leid er niet van wakker. In extreme gevallen gebeurt dat wel een keer, dat een nacht of het nacht en een dag blijft hangen, maar daarna is dat afgesloten. Ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen. Maar na een interventie is het soms niet onlogisch dat je als mens bepaalde dingen meeneemt naar huis, dat je toch een keer moet ventileren. Soms gebeurt dat wel een keer, maar ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen eigenlijk, ja. Dat valt goed mee. Soms is het een keer een spannende dag geweest, maar over het algemeen, ça va. Ik kan dat achterlaten. Ik heb er eigenlijk geen moeite mee. Maar wellicht heeft dat ook te maken met het feit dat ik tot hiertoe nog geen noemenswaardig groter probleem had gehad met kinderen of zo. Ik denk als dat mijn pad kruist, dat het wel een ander verhaal wordt. Ik praat heel weinig over de brandweer. Ik praat meer met collega's over de brandweer dan ik met mijn vrouw praat over de brandweer. En onder collega's praat je er wel over, maar mevrouw meestal niet. Mm-hmm.